Je waant je in de tropen, maar je bent gewoon in Nederland als je bij Ferdinand en Anja Euwes hun tropische kas binnenstapt. In het Gelderse Groezen telen ze allerlei soorten groenten, maar vooral heel veel pepers. Wat mooi is aan het telen van de pepers, is de enorme variëteit die er zijn. Er zijn zo'n beetje 3.500 rassen. De ene is groot, de andere is klein. We hebben planten bij die heel klein zijn, we hebben meerjarigen erbij. Echt, er zit zo variëteit in. Hoewel we bij de peper gelijk denken aan dat kleine rode ding, teelt Ferdinand tientallen soorten. En die zijn er allemaal verschillend van groot, smaak en pittigheid. Ik heb een hele mooie kapaipeper. En die peper kan ik bijvoorbeeld weer heel mooi een jam van maken. Deze zijn echt voor de smaak van een sambal. Ik heb ze ook voor salsa, ik heb ze om te vullen. Ik heb ze zoveel variëteiten, om te drogen. Ik heb hier een Madame Jeannette en hier een Anjuma. Allebei zijn ze geel. Deze wordt echter veel plaatsen al verkocht voor de Madame Jeannette. Is het niet? Het is een habanero. De allerpittigste peper, die hebben we ook nog hier. En dat is de Caroline. En deze werd vroeger ook gebruikt voor de straffen. En tegenwoordig, wat wordt die voor gebruikt? Heel veel voor balsams te maken en dat soort dingen. Maar niet zo om te eten. Is er echter een beetje te scherp voor. Iedere peper is duidelijk anders. De stof capsaïcin zorgt voor de scherpte van de peper. De ene peper heeft veel meer van dit stofje dan de andere. Op het moment dat we een paar dagen achter elkaar veel zon hebben, dan hebben we ook de pepers veel scherper of veel zoeter. Dat ligt aan het stofje van die capsaïcine die in die peper zit. Het is bij de peper ook heel belangrijk hoe je hem goed snijdt. Snijd je hem fout, dan gaat het ten koste van de smaak. De meeste mensen denken de zaadjes zijn scherp. Dat is echter nog niet zo. Waar een zaadje de zaadlijst raakt, daar is hij scherp. Ga altijd eerst die zaadlijst beschadigen. In die zaadlijst zit die capsaïcinesap. Deze zal zoeter worden als je hem zo pakt. En deze zal veel scherper worden als je hem zo pakt. En als je er dan uiteindelijk mee gaat koken, kun je hem zowel gebruiken als hoofdgerecht als specerij. Dat is het mooie van de peper. Peper is heel variabel. Je kunt hem gebruiken voor een mooie sambal maken met droge pepers. Je kunt een tabasco maken met de jalapeno pepers. Je kunt een Surinaams gerecht maken met de habanero's. En je kunt hem zelfs vullen met rijst en dan heb je een hoofdgerecht.